1-5, dat zijn een lekkere cijfers. Ja, ik denk dat dat een mooie score is om het seizoen mee te kunnen afsluiten hier in Genk. Ik denk dat we er allemaal goed voor gewerkt hebben het hele jaar lang. En dat is zeker leuk om op deze manier de competitie te kunnen afsluiten. Als kampioen naar hier komen, is dat al een ander gegeven? Goh, ik denk dat het vooral minder stress is misschien, dat wegvalt. Ik denk een paar weken terug, als we tegen Genk nog speelden, ging het om het kampioenschap. Dan is er misschien iets meer stress aanwezig. Vandaag konden we misschien iets meer bevrijdend spelen. Rustiger voetballen, rustig opbouwen. Ik denk dat het grootste verschil is geweest. Jouw vervanging, dat riep toch enkele vragen bij mij op. Het was voor mij precies een afscheid. Nee, niet per se. Ik denk dat ik ook gewisseld werd dat het moment er was om een paar andere meisjes in te brengen. Ik ben ook een beetje ziek geweest deze week. Dus voor mij niet onlogisch om gewisseld te worden vandaag. Maar of dat dan afzet is, dat is nog niet duidelijk. Want het is, jullie zijn wel in een storm terechtgekomen. Hè? Een storm in een glas water, zal ik zeggen, maar die uiteinde. Ja, dat was vorige week een beetje ophef inderdaad. Maar ik denk dat... dat wij er ons zo weinig mogelijk van proberen aan te trekken. En er wordt nu meer en meer duidelijkheid gebracht deze week en de komende weken nog. Dus ik denk dat daar even op afwachten ook.